Eiwitshakes. Welke soorten zijn er? Welke is de beste en hoeveel kan je er per dag nemen? Eiwitshakes zijn in vele soorten en smaken verkrijgbaar. Laten we de verschillende typen verkennen. Concentraat eiwitshake. Een veel voorkomende vorm met een lager percentage pure eiwitten. Isolaat eiwitshake. Een gezuiverde versie. Meestal met meer dan 90% zuiver eiwit. Hydrolysaat eiwitshake. Voorverteerd voor een snellere absorptie. Vegan en plantaardige eiwitshakes. Ideaal voor degene die dierlijke producten vermijden. Over smaak valt niet te twisten. Vanille, chocolade, aardbei, banaan en zelfs cookies en cream. Er zijn ook ongezoete en neutrale shakes voor de puristen onder ons. Maar wat is de beste eiwitshake? Let op het eiwitgehalte, de bron van het eiwit, de ingrediëntenlijst, suiker, calorieën en natuurlijk de smaak. Hoeveel shakes mag je? Dit is persoonlijk, maar over het algemeen 1-3 shakes per dag, afhankelijk van je activiteitsniveau en voedingdoelen. Ideaal na een training, voor een training, voor het slapen gaan of tussen maaltijden in. De aanbevolen hoeveelheid eiwit varieert. Algemene aanbevelingen adviseren 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht. Maar sporters, ouderen of zij die willen afvallen hebben vaak meer nodig. Een eiwitshake maken is eenvoudig. Mix het poeder met water, melk of een alternatief en schud goed. Bij het kiezen van een eiwitshake, let op de kwaliteit van de ingrediënten, het eiwitgehalte, de prijs per portie, smaak, mixbaarheid, de voedingbehoefte en de reputatie van het merk. Conclusie: eiwitshakes zijn een handige manier om je eiwitinname te verhogen. Kies het type en de smaak die het beste bij je past en geniet van de voordelen voor je gezondheid.